verving alles even kalm en bedaard. Wagen en paard, matige paard. Zo zag het schoolplein van de Montessori-school in 1937 er ongeveer uit. Alleen het schoolgebouw zelf geeft weg dat dit toch echt beelden van vandaag zijn. De leerlingen van de school krijgen lessen over de jaren 30 en spelen spelletjes uit die tijd. Ja, dat je met hoepels spelen en likkeren en ouderwetse kleren aan moeten. Vooral die ouderwetse kleren vallen op en iedereen heeft echt zijn best gedaan om zo authentiek mogelijk op school te komen. Mag vandaag kniekousen aan. Ik denk als mijn moeder me dan ziet dat ze me helemaal niet herkent. Ook in de klasse van de bovenbouw doen de leerlingen mee en zijn de lessen aangepast aan de eisen van toen. En dat is wel wat anders dan het moderne Montessori-onderwijs. Ja, de kinderen waren het ook niet gewend om bijvoorbeeld de vinger op te steken als ze iets wilden vragen. En te wachten op hun beurt en te vragen om goedkeuring. Maar hoewel iedereen een dagje jaren 30 wel leuk vindt, wil eigenlijk niemand echt terug naar die tijd. Vooral de straffen van toen maken indruk. Toen slaan ze met jou op zijn hand. Wie deden dat? De meesters en juffen. En op je kont als je aan het werk was. Oh, dat doen ze nu niet, toch? Nee, nu niet meer. Gelukkig gaat de school morgen gewoon weer verder in de moderne tijd.